Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is een beetje donkerachtig. Het is gewoon heel slecht weer al dagen. Of het is heel slecht, het sneeuwt. Dus we moeten het hier even mee doen. Ik zit wel echt voor het raam. Ik heb het heel koud, want dit is Niels' kamer. Hier staat de verwarming niet aan, dus ik heb een dikke trui aan. En ik kreeg laatst de vraag, toen ik de eerste video van Niels' verjaardag online had gezet. Dus we hebben twee keer gevierd. Eén keer met Sven's familie, één keer met mijn familie. Toen kreeg ik de vraag van, joh, kan je laten zien wat Niels voor cadeautje heeft gekregen? Want mijn zoontje wordt ook bijna twee. En dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke vraag. En ik dacht ook, kijk, wij hebben aan Sinterklaas staan, maar sommige mensen doen aan kerst. Dus ik dacht, nou ja, goed dan, zo vlak voor de kerstdagen, laat ik zien wat Niels gekregen heeft voor zijn verjaardag. Maar ook een beetje Sinterklaas, dus het is een soort mixje geworden. Nou, wat ik al zei, we vierden twee keer. En om te voorkomen dat Niels overladen werd met cadeautjes, hadden we eigenlijk net als vorig jaar besloten om aan allebei de kanten één groot cadeau te vragen in plaats van allemaal kleine dingetjes. Aan Sven's familie hebben we een fietsje gevraagd en aan mijn familie hebben we een grote doos Duplo gevraagd. Want we hadden al Duplo geleend van de buren. Maar we vonden het ook wel leuk als Niels gewoon zijn eigen Duplo. En dan hoef ik ook niet zorgen te maken dat er iets kwijtraakt of dat soort dingen. Dan is het gewoon van hem en dan is het prima. En nou ja, dus dat hebben we gedaan. Dus dat ga ik je laten zien. En dus ook, nou ja, wat wij zelf hebben gegeven, daar ga ik even, nou, die zie je heel veel voorbij komen in de vlog. Ik zal proberen, als ik een fotootje kan vinden, zet ik het hier wel even neer. Zelf hebben wij een tentje gegeven. Dat tentje kocht ik bij het Kruidvat. Dat is echt, echt bizar. Het is een heel leuk tippie tentje. Niels is er heel blij mee. Wat ik verder in het tentje heb gelegd zijn knuffeltjes. Die heb ik niet ingepakt, want dat leek me een beetje te veel van het goede. Maar dat is dit ontzettend schattige, nou, het zal zijn pantertje of zo van Happy Horse. Misschien heeft hij ook een naam. Ik weet niet of ze die hier opzetten. Nou, blijkbaar niet, maar dit is echt een heel schattig, super zachte pantertje. En deze Dino, deze is van Little Lovely Company. En aan de ene kant heeft hij zijn oog dicht en aan de andere kant heeft hij hem open. Dus deze stelde ik in het tentje liggen en nou, dat waren zeg maar de belangrijkste cadeautjes die hij van ons kreeg. Nou, dan dus van de families. Vanuit Zwolle kreeg hij dit fantastische fietsje van Federetti. Deze vonden wij heel erg leuk. Hij had een loopfietsje, maar dat ontgroeide hij een beetje. En dit is ook weer een loopfietsje. Dit is de kleur Moss Green uit mijn hoofd. En het is een hele mooie, zachte groene kleur. Zet hem even neer, anders breek ik. Dus super leuk. Alleen hij bleek niet op tijd leverbaar, wat heel jammer was. Waardoor mensen wel zoiets hadden van, nou willen we toch zelf graag wat meenemen. Dus hij heeft allemaal leuke Duplo en zo gehad. Het was redelijk overweldigend voor hem, want dat snapte hij allemaal niet. Maar toen het uiteindelijk allemaal open was, toen dacht hij, oh leuk, ik ga ermee spelen. Dus dat was eigenlijk ook prima. En nou, hij heeft allemaal Duplo gehad, een politieauto, iets met een vogeltje en een hondje en zo. Een soort, ik geloof dat het, nou het is niet een picknick, het heet anders. Het huisdieren of zo. En nog iets met giraffen. Nou, van alles en nog wat heeft hij gekregen. Was hartstikke blij mee. Hij had ook een paar autootjes gekregen. Nou, dat is altijd goed. Met zeker eentje met sirenes vond hij prachtig. Nou, dat soort dingetjes. Dus daar was hij heel blij mee. En nou, toen vierden we zijn verjaardag bij ons, zeg maar, mijn familie. En daar hadden we Duplo Around the World. Ik zal hier even een fotootje proberen in toen. De doos was echt groter dan we hadden voorzien. Het was echt een enorme doos. En we hadden deze uitgekozen omdat we dachten, Niels houdt ontzettend veel van dieren. Maar er zat ook een vliegtuig bij en een boot. Dat vindt hij ook heel leuk. Dus vandaar dat we deze set hadden gekozen. En we moesten natuurlijk een beetje denken aan, oké, hoeveel mensen zouden ongeveer meedoen? Welk bedrag is dan reëel, zeg maar? Nou, dat vond hij helemaal prachtig. Als je de verjaardagvlog ziet, dan zie je dat ook wel. Dat is echt heel schattig. En nog een aantal mensen. Oh, één ding heb ik niet meegenomen. Dat is niet waar. Ik heb twee dingen niet meegenomen. Ga ik nog even pakken. Dat zijn deze. Die kreeg hij van Sven's familie nog. Dit zijn babydieren. Dit is heel leuk. Dit is vanaf 2 jaar. En van 2 tot 4. En het zijn dus allemaal dit soort kaartjes. En dan kan je dus het babydiertje eruit halen. Dit is nou toevallig een ijsbrug. Dat zien jullie natuurlijk niet. We doen even een andere. De zebra. En dan kan je het babydiertje eruit halen. En dan moet de, nou ja, het kindje moet zeg maar, oh, die moet het juiste diertje erbij zoeken.
ontzettend leuk om te doen. Vervolgens kunnen ze ze ook nog per groepje zeg maar neerleggen. Dus je hebt nou ja, deze horen dan bijvoorbeeld aan elkaar en heb je er nog eentje. Heel leuk spel. Wat ik altijd heel fascinerend vind om te zien is dat Niels het eigenlijk meteen snapt en kan. En ik denk dat dat komt omdat hij houdt heel erg van zoekboeken. Dus hij is heel goed in het zoeken van dingen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Een beetje in diezelfde categorie is dit spel ook super leuk. Dit was trouwens van Playlab. En dit is van Jayco. En hier heeft hij al een hele mooie hout of een kartonnen toren van. Maar wel echt goed karton. Dit is een doos. Er zat een papieren zak in. Maar mijn moeder is zo lief geweest om er even een normaal zakje van te maken. Want dat papier ging natuurlijk een keer, zou natuurlijk een keer misgaan. Je hebt allerlei kaarten. Zoals deze. En dan heb je een zak met allemaal fiches erin. En die kan je er dan op doen. Heb ik nou toevallig natuurlijk net eentje die hier niet op staat. Nou, hier bijvoorbeeld het varkentje. Dat kan je dan hier opleggen. Zo, op het varkentje. Nou, dit vindt hij ook superleuk. En hier kan je natuurlijk ook weer allemaal variaties mee verzinnen. Van, hè, dat je allebei een kaart hebt. En wie hem het eerste vol heeft of weet ik veel wat. Maar hij vindt het superleuk om te doen. Dus hele leuke cadeautjes. Dan kreeg hij nog een aantal dingetjes. Bijvoorbeeld deze, dit poppetje. Dit is van, wat staat er nou? Beanie Boosty? Tai, mummy. Ik heb geen idee. Deze mummy met hele grote ogen. Deze was hij meteen, deed hij zo. Dus dat was ook een succes. Deze heeft hij ook gekregen. Die kreeg hij voor Sinterklaas. Datzelfde geldt voor deze. En deze kreeg hij dan van mijn broertje en mijn schoonzusje. En deze van de schoonmaakster van mijn ouders. Die ik ook nog ken van vroeger. Dus dat is heel schattig. Verder kreeg hij nog iets leuks in zijn schoen. Wat ik jullie niet wilde onthouden. En dat zijn Buurman en Buurman. Niels is echt groot fan van Buurman en Buurman. En mijn schoonmoeder die vindt haken heel leuk. En die heeft zijn Buurman en Buurman gehaakt. Hoe leuk is dat? Deze kreeg hij dus in zijn schoen. Dat kan niet gekker. Ook van de schoonmaakster van mijn ouders kreeg hij nog dit boekje van Sinterklaas van Woezel en Pip. Een schoenboekje is dat. En daar staat gewoon de stoomboot in en zo. En het is heel leuk. Niels is gek op Sinterklaas. Die vond dit hartstikke leuk. Dan kreeg hij nog van mijn aangetrouwde Amerikaanse nicht kreeg hij dit boekje. Zij gaf vorig jaar ook een Engels boekje van Rupsje Nooit Genoeg. En nu Harold and the Purple Crayon. En Niels vindt dit ook heel fascinerend. Vooral er staat hier een plaatje in van een egel. Ik weet even niet waar die is. Maar dan doen we dus alsof die egel, hè, die heeft natuurlijk prikhaartjes. Stekeltjes. Nou, dat vindt hij echt. Oh ja, hier staat het egeltje. En dan doet hij dus met jouw vinger zo. En dan moet je au zeggen. Nou, dat vindt hij hilarisch. Verder kreeg hij nog voor Sinterklaas ook dit boekje. Hij vindt geluidenboeken heel leuk. En alleen daar begint hij nu een beetje. Die begint hij een beetje te ontgroeien. Maar wat hier leuk aan is, dit is allemaal Mozart. Maar je hebt dit van alles en nog wat. En dan zijn het dus echte Mozart muziekjes. Ik weet niet, als ik dit nu aanga, dan krijg ik het waarschijnlijk niet meer uit. Maar oh, dat doet hij niet. Wacht, ho, hu, ha, stop. Oh, wacht, dat doet hij al. En dan bijvoorbeeld deze. Nou, zelf ben ik helemaal niet zo van klassieke muziek. Maar mijn ouders hebben het wel eens aanstaan bij hen thuis. En ze zeiden dat hij het leuk vond. En hij zat ook helemaal zo mee te doen. En dat is natuurlijk gewoon heel goed überhaupt voor zijn ontwikkeling. Dus dat boekje. Verder nog deze. En die hebben we nog niet echt goed getest. Maar dit is Nijntje Spoorzoeken. En Niels gebruikt het nu gewoon als kaars. Dit is ook van 1 tot 4 jaar. Dus daar kan hij ook nog wel even mee voort. En dat zijn allemaal kaartjes. En er staan dan pijlen op met opdrachtjes erachter. En we moeten dit nog even goed gaan proberen. Een blokfluitje. Nou, dat vond hij ook meteen super leuk. Want hij is gek op muziek. Dus dat kwam ook deze van de HEMA. En hij kreeg verder nog stickers, maar die heeft hij alweer opgemaakt, want hij is gek op stickeren. En bijvoorbeeld een kleurboek. Nou, allemaal dat soort kleinere dingetjes, maar bijvoorbeeld een stickervel maak je hem dus echt wel intens gelukkig mee. Dit is dus wat hij allemaal heeft gekregen voor zijn tweede verjaardag en dus ook voor Sinterklaas, want hij is dus vlakbij Sinterklaasjarig, dus dan krijg je dat.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Super leuk ook sowieso als jullie dit soort dingen vragen. Van joh, kan je een keer het een of ander laten zien? Hartstikke leuk. Volgens mij komt er volgende week ook een extra video online. Ja, met mijn jaarlijkse favorieten op het gebied van vooral beauty. Ik moet hem nog opnemen, dus ik weet nog niet precies of er ook andere dingen in komen. Moet ik gewoon even goed over nadenken. Maar in ieder geval is er volgende week weer een extra video. Ik hoop dat jullie deze in ieder geval leuk vonden. En ik zie jullie heel graag of zondag weer bij een nieuwe vlog. Of volgende week bij een extra video. Of allebei natuurlijk, dat is helemaal goed. Dankjewel voor het kijken. Doeg!